Hey, hallo beste kijkers van de Fotogroep TV. Welkom. Ja, ik ben net klaar. Ik heb een mountconversie gedaan, zoals dat heet. Ik heb hier een drietal Sharrei-objectieven staan. De Anamorphic-serie bestaat op dit moment uit drie objectieven. Een 50 waar het mee begonnen is, een 24 en een 35. Die zijn beschikbaar voor Olympus Panasonic Micro Four Third Mount. Ik heb net de 35 mm door middel van een lensmount-adapterring heb ik omgebouwd. Kunnen we wel even van bovenaf meekijken. Dat is wel even leuk om te zien. Schakel ik even naar de andere camera over. Vier schroefjes los. Het is echt niet zo moeilijk. Met het meegeleverde enorm degelijk aanvoelende schroevendraaiersetje heb ik vier schroefjes losgedraaid. De bajonet van de MFT zit ook met vier schroefjes extra vast, dus die haal je er niet af. En de Z-mount die komt er gewoon helemaal omheen. Dat past perfect. En vier schroefjes weer vast. Je kunt je niet vergissen, want de ene is taps, kruiskopjes en de andere zijn rechte schroefjes. En dan zit het vast. Goed aandraaien. En ik kan hem nu op Nikon plaatsen, dus omgebouwd van MFT naar Nikon Z-mount. Gebruiksaanwijzing zit erbij, zowel in het Chinees als in het Engels. Dus dat daar kwam ik wel uit. En nou, geschikt om nu met de Nikon Z6 Mark II, die ik als testmodel beschikbaar heb, om daar een aantal leuke opnames mee te gaan maken. Even iets meer over de anamorphic objectieven. Die leveren een breedbeeldformaat film op. Je neemt allereerst een soort bijna vierkant formaat neem je op. En die rek je later bij de montage uit met een factor 1,33 tot zeg een pak een beet 16 staat tot 9. En dat ja, dan kun je in Adobe Premiere doen, in Adobe Photoshop met je foto's. Want je kunt er uiteraard ook foto's mee maken en die vergroten. Erg degelijke, zware objectieven. Komt uit de filmerij. Ik ken merken die objectieven maken die pak een beet 50 tot 100.000 euro kosten. Nou, dat kosten deze objectieven niet. Ze zijn echt goed betaalbaar voor amateur, maar ook professionele filmers. Hè, voor nog geen 1000 euro per stuk kun je ze aanschaffen. Wat ik heel mooi vind, dus dat die 75 mm, dat die er ook aankomt, dan is het rijtje echt wel heel erg mooi compleet. Ja, dus 24, 35, 50 en 75, ja, dan is een filmer eigenlijk ja, wel klaar met zijn rij. Manual focus, er zit totaal geen elektronica in, is ook niet nodig bij Micro Four Third camera's, maar bij geen één systeemkamermerk. Ja, je kunt in het programma aangeven dat je wilt fotograferen zonder objectief. Dat is eigenlijk wat je in het menu aangeeft. Maar dan wordt wel de belichting en dergelijke doorgegeven. Dus je ziet heel nauwkeurig wat voor belichting je hebt. Diafragma 1.8, allemaal als basisopening. Dus een enorme mooie onscherpte en ook een mooie bokeh. Ook dat handmatig, traploos. Dus het rast niet in, geen klikjes, geen geluid. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, we gaan het zien. Ik ga u de beelden die ik hiermee maak. Gewoon even als proeverij, zeg maar, want ik ben niet echt een filmer. Maar gewoon om te laten zien wat de kwaliteit is en hoe het eruit ziet. Hoe mooi van kleur, de scherpte. En ja, bent u dus een Olympus-gebruiker of Panasonic-gebruiker, dan kunt u deze objectieven uiteraard op uw camera zetten. Voor Fuji X is er een serie. En ook voor APS-C modellen van Sony, de E-mount. Dat geldt overigens ook voor de full-frame camera's, want je kunt in de full-frame camera's bij Sony aangeven dat je met een APS-C model lens opneemt en er wordt een kleiner deel van de sensor gebruikt. Dus ook deze objectieven kunnen op de A7-serie van Sony, wat een enorm interessante uitbreiding is van het objectievenpalet. Dus we gaan het zien. Oké, nou, ik had een hele mooie blauwe regen in de tuin staan.
Dus ja, ik denk die neem ik als eerste dankbare onderwerp, neem ik die eens even in beeld. Het leuke is dat je op de anamorphic die normale minimale instelafstand van 85 centimeter heeft, ook gewoon een achromatische voorzetlens kunt zetten. Dus dat betekent dat je de ene veel dichterbij kunt filmen. En dat heb ik hier ook even gedaan. Dit is echt nou op een 5 tot 10 centimeter van het objectief zelf af. Dus dat is echt loos focus. Ja, u ziet echt een fantastisch mooie kleurweergave en ja, verrassende scherpte. Het Beekhuizen Zand, vlak achter mij, een heel mooi natuurgebied waar ik regelmatig vertoef. Het was een redelijk mooie dag om te filmen. Het is natuurlijk vrij hard, heel snel, dus ik heb hier een polarisatiefilter op de lens zitten om het contrast enigszins acceptabel te houden. Ja, u ziet ook gewoon de scherpte en ja, ik heb hier eerst scherp gesteld op de boom, die stronk die hier op de voorgrond ligt. En dan met mijn duim kun je op het beeldscherm van de Z6 kun je tikken en dan gaat hij dus naar de achtergrond scherpte toe. Ja, hier ook weer gedeeltelijk schaduw en zonlicht. Nou, dan zie je dus dat het contrast best wel mooi is wat de camera kan handelen, zeg maar. En ook de kleurweergave, ja, al die verschillende schakeringen in dat groen, in dat rood. Nou ja, ik kwam een mierennest tegen, dus ik denk ja, dat is ook wel even leuk om nog even close te laten zien. Je ziet ook de enorme geringe mate van scherpte diepte, want de miertjes lopen zo uit het beeld vandaan en dan zijn ze al onscherp. Hier ook heel duidelijk op volle opening kun je dat zien in de scherpte diepte grens, zeg maar, van de tak. De voorste gedeelte van de tak is onscherp. En hier zie je ze ook duidelijk zo snel weer in en uit de scherpte vandaan lopen. Maar ook weer met de voorzetlens gemaakt in de macro stand, zeg maar. Nou, hier ook weer dat gefilterde licht door de bomen. Met hele mooie zachte. Ja, dit is echt wel een lookje die je uit de sensor vandaan heel erg mooi moet vinden. Nou, hier komt heel even in beeld mijn vingers. Ik ben even aan de polen aan het draaien om te zorgen dat de weerkaatsing in het water goed zichtbaar is. Ook hier de detailscherpte en de mooie kleurweergave. Nogmaals, ik ben geen videofilmer, maar ik ben hier wel heel erg tevreden over wat ik u kan laten zien. Zo, beste mensen, nou ja, ik besluit hier deze presentatie eventjes met een overzichtje wat ik heb gedaan. U heeft net gezien de filmpjes en de beelden die ik heb gemaakt met de Sarai anamorphic objectieven. Daarnaast heeft u wat beelden van me gezien die ik gemaakt heb in de tijd dat de bollen in bloei stonden. Of net in bloei stonden eigenlijk, in de polder. Hier hebben we de Nikon Z6 II.
binnenkort de livestream van mij, waarin ik echt inga op de techniek, de technische details en de specs. U een aantal objectieven nog laat zien waarin ik ook ga vertellen wat u daarmee kunt. Op deze camera ziet u nu de 24-200, ook een fantastisch mooi objectiefje. De beelden die ik heb gemaakt, die waren met de 24-70 4.0. En ik had ook nog een 50mm 1.8 tot mijn beschikking uit de Z-serie. En niet te vergeten de 12-24 2.8. Waarbij ik nu even twijfel of het nou een 14-24 of een 12-24 is. Dus vergeeft u mij dat ik me daar even in vergis. Maar die beelden die heeft u ook al gezien in het bollenveld. Maar ik wil u toch nog eventjes wat beelden laten zien. Ook wat plaatjes die ik hier even op de laptop heb staan. Die wil ik u nu even niet onthouden. Toch wil ik u uitnodigen om strakjes ook naar de livestream te komen kijken. Dus like eventjes deze pagina. Abonneer u even op de livestreams of op de berichten van de fotogroep. En dan krijgt u een berichtje zodra weer een nieuw filmpje gepost wordt. En dat kan ook zomaar zijn dat ik dan de informatie uitstuur om u te abonneren of in te schrijven voor de betreffende livestream over de Z6 II camera. Waarom u zou moeten overstappen of waarom u wel of niet zou moeten overstappen, wat de verschillen zijn tussen de camera's. Duidelijk het verschil tussen systeemcamera's en een spiegelreflex. Dus het wordt een naar mijn idee zeer interessante en ook voor u mooie presentatie. Waarin u heel goed een besluit kunt maken of u het geld gaat investeren in dit cameramodel. Even door de binnenstad van Harderwijk lopend. Op het midden van de dag om te zorgen dat het licht erg hard is. Maar u ziet hier dat de camera daar perfect mee overweg kan. Ik heb hier geen UV- of polarisatiefilter voor het objectief. Dus het is puur natuur, zeg maar, de 24-70 4.0. Die kleuren zijn natuurlijk fantastisch. Blauwe lucht. U ziet al dat de schaduw heel kort is. Dus dit is, ik pak een beetje zo'n paar weken geleden heb ik die kunnen maken. Het waterfront van Harderwijk, wat net vernieuwd is, waar een hele mooie bak het water in loopt. Ja, u ziet het. Het ziet er allemaal heel fris en netjes uit. Scherpte is perfect. De totale indruk vind ik ook prachtig. Ik moet zeggen dat Nikon hier echt weer aansluiting heeft weten te vinden bij de andere merken die systeemcamera's maken. Dus daar ben ik heel blij mee. En Nikon zal ook hier natuurlijk veel verder in gaan investeren. De Z9 is natuurlijk ook al aangekondigd als pro-camera. De scherpte van deze foto, scherp gesteld op die vuurtoren, zeg maar, daar in de achtergrond. En dan toch de scherpte, diepte, net een beetje de scherpte hierbij bij beginnend. Fantastisch mooi. De algehele beeldindruk is gewoon hartstikke goed. Dus ik ben heel blij mee dat ik dit kan laten zien. Ja, hier is een foto met die 12-24 2.8, waarin ik vier foto's aan elkaar gestitcht heb. Ik kon het niet laten, ik vind dat echt heel leuk om te doen. Perspectiefisch klopt het natuurlijk niet helemaal, maar als u echt wil weten hoe het eruit ziet, kom dan een keer gezellig naar Harderwijk toe, zou ik zeggen. Het strandeiland die in het Wolderwijd ligt. Het ziet er allemaal perfect uit. Ook in tegenlicht presteert dit objectief heel erg goed en ook de sensor kan dit heel goed aan. U ziet wel dat er een enorm contrast is nu. Uiteraard staat deze poort nu in de schaduw, de vispoort. Maar het strooilicht en hoe de lens optisch gezien, zeg maar, door de coating om kan gaan met deze enorme intensieve lichtbron, vind ik echt heel netjes. Hier zie je nog een heel klein beetje lichtverspreiding, maar over het algemeen is het echt een toplens. Aan de andere kant van de vispoort, dus op het plein zelf, op het plein van de vismarkt, de andere kant op gefotografeerd, dus met het licht mee, ook hele mooie wolkjes. Scherpte is top. Ik zal hier ongeveer gediafragmeerd hebben naar diafragma 8. U ziet de totale indruk van het beeld is echt fantastisch. Ook in die partij hier bij de takken.
Dus prachtig. Nou, besluit ik hier mijn rondje Harderwijk. En waar gaan we dan naartoe? Oh ja, ik een hele vroege ochtend, een zonsopgang. Ik was hier om 6:30, liep ik op de Elspeter Hei om die zonsopkomst mee te kunnen pakken. U ziet ook die fantastisch mooie kleuren. En ja, die zitten echt in die sensor. Dit is ook weer met de grothoek zoom. Fantastische mooie wolkenlucht. En die kleurschakeringen die erin zichtbaar zijn. Als dat uit de sensor gehaald kan worden. Was echt wel even wat bewerking in Lightroom nodig. Ik fotografeer altijd in RAW. Dus ik moet er altijd achteraf wat aan sleutelen om dit eruit te persen. Maar ja, als je dit dan inderdaad uit die sensor vandaan weet te halen. Ja, daar word ik gewoon heel gelukkig van. Ja, en als het zonlicht dan ook nog een beetje meewerkt en het zonnetje dan net door de wolken, het wolkendek heen kan breken en zo'n hele mooie lichtstream zeg maar onder de wolken kan projecteren, dan ja, daar word ik heel gelukkig en dan is het de tijd absoluut waard geweest om zo vroeg uit je bed te gaan. Mooie compositie ook wel zo met dat landweggetje zo in de voorgrond. Dit is de 2470 4.0 en dan inderdaad scherpgesteld hier op deze gele vlek op deze boom die opgegeten wordt door die enorme zwammen. Een heel mooi proces. De foto is absoluut scherp en ik moet u zeggen dat het verloop van de scherptediepte zeg maar op 4.0 me enorm meevalt. He, dus ja, natuurlijk als u het geld voor over heeft, kunt u die 2.8 versie kopen. Maar als het financieel net niet helemaal in zit of u heeft liever er nog een ander objectief bij, dan is die 2470 4.0 absoluut geen slechte aankoop. En zeker niet voor het geld op dit objectief. He, op dit moment ook nog een mooie cashback van het maken, tijdens het maken van deze presentatie. Die zal niet zo heel erg lang meer duren, maar als u dit ziet en de cashback is nog van toepassing, dan zou ik u zeggen tas toe. En koop die camera met die lens voor die hele mooie prijs. Dit ook weer met de 1224. Ja, dan zie je dat die bomen wel achterover vallen natuurlijk, maar ja, dat geeft dat hele mooie grothoek effect. Ook een heel fijn fotootje. En dan nou, nog twee plaatjes als hekkensluiter. Eén heb ik gemaakt met de Sigma 105 mm 1.4 tijdens de supermaan met de FTZ-adapter. Want ook dat wilde ik testen, dat werkt echt super. U kunt hier zien dat de scherpte hier op het hekje is neergelegd. En door die 1.8 lichtsterkte heb je met die telelens een enorme mooie onscherpte al in de voorgrond. Het licht is echt fantastisch. Ik had aan de linkerkant een net ondergaande zon. Dus het licht is heel rood, dat kun je zien aan de paaltjes. En aan de rechterkant had ik dan die supermaan. En ja, dat gouden uurtje is natuurlijk een fantastisch moment om even te fotograferen. Nou, en als hekkensluiter ook weer een tegenlichtopname om de beeldkwaliteit te testen. In dit geval van een 50 mm 1.8. Setobjectief en ook die doet het heel goed. Zijn coating is echt fantastisch in tegenlicht. Ja, nauwelijks echt vervelende of lelijke overstraling of diafragmavlekken. Natuurlijk zijn ze enigszins aanwezig, maar dat is ook niet gek natuurlijk. Een objectiefje van deze prijsklasse mag dan natuurlijk best wel een paar lensfoutjes hebben, maar ik vind dat hij hier echt fantastisch mee om kan gaan. Dus ik eindig hier mijn presentatie. Like nogmaals de pagina, heel graag dat duimpje voor mijn inspanningen. Vind ik heel fijn als u dat wilt doen. Neem een abonnement en zodra de livestreamer is, hoop ik u te ontmoeten. En dan ga ik u alle technische gegevens over de Nikon Z6 Mark II en het systeem ga ik u vertellen en uitleggen. Ik schakel even terug naar de camera en ik wens u heel veel fotoplezier en tot later. Dag!